Bazen, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering van mijn zoon Bouws Junior. Want ik ga natuurlijk proberen mijn zoon naar de absolute wereldtop te krijgen. En we hebben een mooie aanbieding gekregen, namelijk van Monaco. En Monaco heeft dikke stacks, jongen. Dus we gaan natuurlijk even kijken of we daarheen moeten gaan. Ik heb heel veel comments gekregen en daar gaan we doorheen kijken. En het gaat sowieso een leuke aflevering worden. Dat is één ding wat zeker is. En we zijn ondertussen trouwens al 77 rated. En we hebben best wel lekkere stads. Dus we gaan de goede kant op. Maar voordat we verder gaan, wil ik jullie vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes, het zou top zijn. En abonneer natuurlijk, blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht je mooie Bouws Army kleding willen kopen, dan kan natuurlijk op bouws.nl. De nieuwe merch, ja, ondertussen is het 2 weken oud. Vind ik nog steeds nieuw. Is nog steeds nieuw. Dus zeker weten even het checken waard. Maar laten we nu maar eventjes de comments erbij gaan pakken. Want ik kreeg best wel wat comments over Monaco. En eigenlijk was iedereen positief en zei dat ik erheen moest gaan. Bijvoorbeeld Digo, die zei dit. Joran, ga alsjeblieft naar AS Monaco. Dan heb je een goed begin, Bouws Army. En hier Maura, die zei ook nog dit. Accepteer het bod van AS Monaco. Dan kan je een soort van mini Haaland of Mbappé worden. Op jonge leeftijd bij een best wel goede club speelt. Like zodat Joran dit ziet, Bouws Army. En ik dacht, dat is inderdaad een leuk idee. Dus we gaan naar AS Monaco en gaan we daar spelen. Volgens mij hadden ze echt 50 miljoen euro geboden en ik kreeg 10.000 euro per maand als contract. Dus dat is gewoon 120.000 euro per jaar. Dat is best wel insane. Dus dat gaan we dan even doen. Weet je wat? Ik ga gewoon meteen het bod accepteren. Dan hebben we dat meteen gedaan. Als het goed is, kan dat hier biedingen bekijken. En dan kunnen we naar AS Monaco gaan. Ja, ja, ja. Bevestigen. Oké, 10.000 euro per week. Dat is niet eens per maand. Dat is dus 40.000 euro per maand. Dus dat is 480.000 euro per jaar. Donder, oké, dat is wel echt nog veel meer dan dat ik eigenlijk dacht. Oké, maar ik heb het bod nu geaccepteerd. Dus als het goed is, gaan we zo meteen een berichtje krijgen dat we naar Monaco gaan. En nog één comment voordat we gaan beginnen. Deze was van Aram Lokman. Die zei dit. Tip, probeer je weak foot te boosten. Dan kan je elke keer goed trappen. Like dat Joran het ziet, Bouws Army. Ook een goede tip. Thanks daarvoor. Als we weer een rating omhoog zijn en we hebben weer wat skill points die ik kan opmaken, ga ik eens kijken of ik mijn weak foot kan upgraden. Ik weet niet helemaal precies waar dat kan, maar dat kunnen we even niet doen ergens. We hebben trouwens een extra slot bij bonussen, zie ik nu. Dus ik kan een extra bonus inzetten. Dus dat is sowieso even iets wat ik nu ga doen. Oké, ik ga deze instellen. 1 keer raken, verbeter je vaardigheden bij, met het afmaken met, bij 1 keer raken. Dus met kopballen of gewoon met schieten. Dus dat is wel echt chill als spits natuurlijk. Dus die gaan we ook instellen. Dus dan hebben we een boost voor kracht en natuurlijk voor 1 keer raken. Dus dat is als spits wel een goede boost, denk ik. Oh, dat is wel nice dat we die nu ook hebben. Maar laten we nu maar verder gaan. En als het goed is, krijgen we zo meteen wel een berichtje van Monaco. En dan gaan we, als het goed is, ook in de winterstop die kant op. Maar we moeten nu tegen Feyenoord. De nummer 1 op dit moment. En ja, dus dat gaat heel erg lastig worden. Maar weet je wat? We gaan gewoon strijden. We gaan gewoon ons best doen. En we zien wel wat er terecht van gaat komen. We kunnen trouwens gewoon alweer gaan trainen. Dan gaan we dat natuurlijk even doen. En dan ben ik al bijna weer een level omhoog. Oh, alles simuleren. Ja, dan zijn we al bijna level 13. Misschien na deze wedstrijd dat we level 13 zijn, dan kunnen we weer wat upgrades gaan doen. Maar laten we eerst tegen de nummer 1 van de Eredivisie gaan spelen. Ja, oh, dit gaat sowieso heel lastig worden. Nu hoop ik wel dat ik opdrachten krijg die een beetje te doen zijn. Balbezitpercentage tegen Feyenoord. Dat gaat sowieso niet lukken. Dribbel succespercentage, die is echt easy. Dan doe ik dat als verhoogd doel. Dan krijgen we sowieso die 1000 XP erbij. Dus dat is wel even lekker dat we zo'n makkelijk doel krijgen. Nou, dan gaat Feyenoord. Beter gaan ze niet scoren. Oeh, dat was wel een goede redding van mijn keeper. Eindelijk een keer mijn keeper dat hij iets goeds doet. Want hij heeft best wel vaak op domme manier een bal doorgelaten. Maar ik denk dat dit heel pittig gaat worden tegen Feyenoord winnen hoor. Maar wie weet, met heel veel mazzel. Nou ja, misschien dat wij er nu een keer uit kunnen komen. Dat zou wel nice zijn. Op zich hebben we wel wat ruimte hier zo. Ja, ik wil wel schieten. Ik wil schieten. Geef die bal, geef die bal, geef die bal. Ja, dankjewel. Oh, nee. Maar alsnog zit hij wel. Haha, wat een mazzel. Feyenoord had gewoon enorm grote kansen. En uiteindelijk scoren wij. Dat is wel een redelijk veel mazzel. Maar maakt niet uit. Weet je, we scoren. We staan er nog voor. We moeten dit alleen nog vast zien te houden. Ik wou hier eigenlijk afkappen. Maar op zich was dit paasje helemaal niet verkeerd. Ik wou de bal aanvragen met kruisje. Maar ja, af en toe als je dan net te laat drukt, paas je meteen door. Af en toe irritant.
geld. Maar ja, nu had ik er wel mazzel mee. Zou dit hem dan worden? Nog niet. We zijn zo vaak goed weggekomen. Dat is echt niet normaal. Deze gaat er ook nog niet in. En oh, we hebben echt niet normaal voor mazzel. Wij hebben één kans gehad. Feyenoord ondertussen al echt 10 of zo. Ik ben benieuwd zo meteen naar de statistieken. Nee, ja, dit zat eraan te komen. Dit zat eraan te komen. De 1-1. We hebben het alsnog best wel een tijdje volgehouden. Als je ziet hoeveel kansen Feyenoord had. Dit was ook wel heel slecht uitverdedigd, hoor. Wel goed uitgespeeld van Feyenoord. Maar ja, oké. We blijven doorstrijden. Linssen met de 1-1. Nou, het is nu rust. Het staat dus 1-1. Mijn beoordeling gaat prima. 7.2. We moeten 7,5 halen. En dan heb ik die opdracht gehaald. Balbezit gaat niet heel lekker. Die gaan we ook niet halen. Maar dribbelpercentage gaat ook goed komen. Dus in dat opzicht gaat het prima. Het zou eigenlijk al heel nice zijn als we hier überhaupt gelijk weten te spelen. Trouwens, ik heb nu nog niet de kansenverhouding gezien. Die kijken we aan het eind van de wedstrijd wel. Maar ik denk echt dat Feyenoord veel misgeschoten heeft gehad. Sterker nog, dat weet ik wel zeker. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we dit niet gaan winnen. Dat was op zich best wel een prima schot. Een 7,5 hadden we nu al zijn. Oké, dan is die opdracht ook al gehaald. Hier, geef mij hier. Geef mij hier. Geef mij hier. Ah, dat was wel echt een zaadvoorzet. We kunnen het misschien nog een keer proberen. Hier, paas maar. En dan ga ik het gewoon weer proberen van afstand. Ah, nee. Toch niet. Nou, hier gaan we dan. Hier gaan we dan. Joram Bouws junior. En met een prachtige goal. Let's go. Mijn zoon doet het gewoon. Jongen, een nieuw contract bij AS Monaco. En een prachtige goal tegen de koploper in de Eredivisie. Wat wil je nog meer? Mijn puberzoon met een knotje, jongen. Deze had er wel echt prachtig in. Ik ben best wel snel voor een speler bij Fortuna Sittard. En dat moet ik natuurlijk ook wel gebruiken. En oh, hij was ook wel heerlijk binnengeschoten dit, hoor. Nee, oh, jongen, jongen, de hoeveelheid dat we goed zijn weggekomen in deze wedstrijd, het is abnormaal. Nu ook weer echt ook goede redding van mijn keeper. Dit is echt de enige wedstrijd waarin mijn keeper gewoon een goede wedstrijd speelt. Dat is echt ziek en juist tegen de kop lopen, dat is wel echt heel relaxed. Oké, deze corner nog overleven, nou, dit gaat goed komen, denk ik. Oh, weer een zieke redding van de keeper. Ik dacht, nou, die bal gaat wel weg. Maar toch niet, die kwam nog terug ook nog. Dit was wel echt lijp. Ik had echt verwacht dat deze erin zou gaan. Want mijn keeper lag er gewoon op de grond. Ook niet heel best ingeschoten trouwens. Want hij schiet er bijna recht op de keeper af. Maar oké, nog een corner. Dit is al de 5e hoekschop van Feyenoord. En wij hebben er nog maar 1 gehad. Maar deze gaat gelukkig wel weg. Oké, weet je wat? Ik ga het een keer echt proberen van afstand. Gewoon een keertje zien. En kijken wat er terecht van gaat komen. Het zou wel ziek zijn geweest. Ik had wat tijd, ik had wat ruimte. En waarom dan niet, hè? Hier, hier, hier. Geef maar voor. Geef maar voor. En nu hebben we een goede voorzet. Dat is prima, jongen. Oh, oh, jammer, jammer, jammer. Nee. Was het buitenspel? Ja, dat was buitenspel. Jongen, jongen, jongen. Dit is echt niet normaal hoe vaak ik goed wegkom. Wat voor een herhaling is dit nou weer? Dat zie je toch helemaal... Oh, trouwens, dat scheelde helemaal niks. Ik had echt het idee dat het dik buitenspel was. Maar het scheelde echt maar 10 centimeter of zo. Prima, prima, prima. We komen alleen maar goed weg in deze wedstrijd. Het zou zo lijp zijn als we dit nu gaan winnen. Nou, nog 1 minuut. Keeper schiet die bal weg. En dat is dan al helemaal prima. Ik denk dat de scheids nu al gaat afluiten. Ja, inderdaad. We hebben gewoon gewonnen tegen de koploper. Vraag niet hoe, want het was echt heel slecht. Maar hey, we hebben gewonnen en dat is allemaal echt heel erg nice. Dat had ik echt niet verwacht toen we begonnen met deze wedstrijd. En helemaal toen Feyenoord zo enorm veel kansen kreeg de een na de ander. Maar hey, het is gelukt en dat is het belangrijkste. Kan je nog even de schoten zien of de percentages? Oh, hier kan je het zien. Feyenoord heeft 14 schoten gehad en wij hebben de 5. Afgerond de Pasen Feyenoord 109 bij 64. Dit is echt niet normaal. Jongen, wij waren echt minder goed. Maar dat maakt niet uit. We hebben wel gewonnen. En dat is ook wel eens fijn dat het af en toe mee zit met dit soort wedstrijden. En dan heb ik volgens mij nu 2 opdrachten gehad. Ja, inderdaad. Dus we krijgen mooi wat XP erbij. Ik ben bijna niveau 12. Dus nog 1 keertje trainen en dan ben ik niveau 12. Dus ik denk dat dat voor de volgende wedstrijd gaat lukken. Weet ik niet helemaal zeker. Nou, we moeten nog 6 dagen wachten en dan kunnen we weer trainen. Als we kunnen trainen, dan is het zover. Maar ik denk dat dat naar PEC Zwolle moet. Dus nou ja, dan zijn we na PEC Zwolle. In ieder geval niveau 12. En dan kunnen we weer wat dingen gaan upgraden. Maar we hebben nog steeds geen berichtje gekregen van Monaco. Of krijgen we dat wel?
Ik heb het wel geaccepteerd, toch? We gaan nu even checken voor de zekerheid. Huidige salaris 10.000 per week. Nou ja, dat zal het wel, want ik heb dat bod geaccepteerd. Nou, dan moet het wel dat we naar Monaco gaan. Want ik had eerst een salaris van 850 per week of zo. Dus dat is wel echt een stuk minder. Ik ben blij dat Oh ja. Het is inderdaad gelukt. Ze zijn blij dat ze mij hebben kunnen verkopen aan Monaco. Dus als de transferperiode gaat beginnen, dan gaan we naar Monaco. Dus we moeten eerst nog eventjes een aantal wedstrijden spelen bij Fortuna Sittard. Hoe lang gaat dat trouwens nog duren? We kunnen het wel eventjes checken voor de zekerheid. Is Ajax de laatste... Nee, ja, jawel. Ajax is de laatste wedstrijd. Daarna is de transferperiode. Dus we zijn er al bijna. We zijn al bijna bij de transferperiode. Maar laten we nu maar eventjes gaan spelen tegen PEC Zwolle. Die staat volgens mij laatste. Dus dit moeten we wel kunnen winnen. En gewoon even wat scoren. Gewoon even zorgen dat we snel beter worden. Want op het moment dat we bij Monaco zijn, moet ik natuurlijk echt weer gaan strijden voor mijn baaself. Want die spelers zijn allemaal veel beter. En dan moet ik gewoon eigenlijk ervoor zorgen dat ik net wat beter ben dan wat ik nu ben. 79 of zo. Zou chill zijn als dat gaat lukken voordat ik naar Monaco ga. Maar ja, eerst even deze wedstrijd goed gaan spelen. Ik heb trouwens als verhoogd doel nu een 10 als cijfer. Dus ik moet nu 10 halen als cijfer. En dan krijg ik 1000 XP erbij. Dribbel succespercentage had ik veel beter kunnen doen. Maar ik had het per ongeluk geskipt. En nu, ja, nu hebben we een probleem. Een 10 als cijfer, dat is moeilijk, man. Dan moet je eigenlijk sowieso 2 keer scoren. Of 2 assists of zo. In ieder geval 2 keer betrokken zijn bij een goal. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik vind dit veld trouwens zo irritant. Wat doet Pixel hier dan? Oei, joh, die dribbelde er in één keer helemaal door. Oh, no way. We staan 1-0 achter. Wat doet mijn teamgenoot daar dan? Wat? Dat paasje, dat sloeg echt helemaal nergens op. Hij paast hem zo bij hem in de voeten. Had de bal veel beter uit kunnen laten lopen. Dan hadden we misschien een corner tegen gehad. Maar in ieder geval niet meteen een goal tegen. Moet je opletten. Hier, dit paasje. Haalt hij de bal mooi binnen. En dan paast hij hem zo bij hem in de voeten. Ja, dan heeft hij wel in één keer heel veel ruimte. Oké, we moeten dus terugkomen van de 1-0 achterstand tegen PEC Zwolle. Het ging net veel beter tegen Feyenoord. Ja, maar misschien kan ik ook meteen de 1-1 maken. Dat zou mooi zijn. Hoppatee! Let's go! Bous Junior on fire. Dit is wel even heel lekker, hoor. Oké, we gaan gewoon lekker door. Oké, op naar de 2-1. Want ik wil nog een keer scoren. Maar dan heb ik waarschijnlijk sowieso een 10 als cijfer. Oh, no way. No way. Oh, dit gaat echt op en neer. Maar we staan gewoon 2-1 achter tegen PEC Zwolle. Jongen, op zich PEC Zwolle, ik vind het een mooie club. Maar dit is wel een beetje balen. Ik voetbal nu bij Fortuna Sittard. Dus ik wil nu winnen. Trouwens, Bouw Senior, zeg maar ikzelf eigenlijk. Die speelde vorig seizoen natuurlijk wel voor PEC Zwolle. Alleen de zoon, Bouw Junior, die speelde nu bij Fortuna Sittard. Oké, daar gaat Bouws Junior voor zijn tweede goal. En een 10 als cijfer. En hij doet het gewoon met links. 2-2. 2 goals gescoord. Dit was wel even heel lekker, hoor. Ik vind dit wel een lekker niveautje om op te spelen. Je krijgt af en toe gewoon goals tegen. Het is wel spannend, maar je scoort net wat makkelijker dan een niveau hoger. Dat was volgens mij legendarisch. Kijk, dit vind ik net wat leuker. Dus ik ben er blij om. Maar, en het is nog steeds spannend, want het staat gewoon 2-2. Nou, het is nu momenteel rust. We staan nog steeds 2-2. Ik zelf speel wel prima wedstrijd. En als ik een team behoud, ja, dan moet ik het natuurlijk wel behouden. Maar dan krijg ik ook gewoon die 1000 bonus XP. En ik heb nu momenteel alle opdrachten gehaald. Dus dat is echt ziek thuis. Als ik alles haal, dan heb ik sowieso zo meteen een niveau erbij. En dan kan ik weer wat dingen gaan upgraden. Maar dan moet ik gewoon die 10 behouden. Die 10 als cijfer wil ik houden. Nou, hier tikkie door. Een assist zou ook prima zijn, maar paas me terug. Dan heb ik gewoon een hat-trick. Bouws Junior on fire. Let's go, jongen. Dit gaat echt als een raket. 2-3. Wat een wedstrijd. Nu dit vast blijven houden. En dan heb ik sowieso een 10 als cijfer. Trouwens, volgens mij met een hat-trick heb je altijd een 10 als cijfer. Ook al verlies je gewoon. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen, die 10 als cijfer. Ah, nee. Score niet de 3-3. Wat doet mijn verdediging, jongen. Eindelijk weer 2-3 voor. En dan staat weer 3-3. Het gaat en blijft maar op en neer gaan. Jongen. Ik wil deze wedstrijd gewoon winnen. Nou, was dit buitenspel? Ik heb geen idee. Geef me voor, jongen. Wat? Oké, lol. Is dat nu geen buitenspel? Dan blijkbaar niet. We hebben gewoon de 4-4 gescoord. Dit was wel echt een lijpe goal om eerlijk te zijn. Dit was echt heel erg nice.
Ik dacht echt even dat deze paas buitenspel was, maar blijkbaar niet. Goed voorgegeven en één keer op de pantoffel in het goal. Dat heb ik trouwens ook geboost, dat ik als ik één keer raak, dat hij dan beter schiet. En beter kapt natuurlijk. Dus dit is wel echt nice. Dit was nu wel even te merken. De wedstrijd is ondertussen bijna voorbij. Nog een laatste kans. Oh, golazo! Jongen, Bous Junior is on fire in deze wedstrijd. Zijn vijfde goal en dan poeit hij hem er nog even zo in. Oh, dit is wel echt de mooiste wedstrijd die ik tot nu toe heb gespeeld in deze serie. Dus dit is wel even heel erg lekker, hoor. Kijk hem ook omhoog worden gegeven door zijn teamgenoten. Check dit schot. Hier, jongen, even afkappen. En tijd en ruimte voor het schot. En oh, perfect binnengekruld. Heerlijk. Ja hoor, ik mag de bal mee naar huis vanwege mijn 5 goals. Het is gewoon meer dan een hat-trick. Gewoon een 10 als cijfer en gewoon 5 doelpunten. Dat is echt ziek. Dat is echt enorm ziek. Ik ga trouwens even kijken qua topscorers van de Eredivisie hoe ik daar nu voor sta. Want ja, dit is wel echt extreem. Ik had hiervoor helemaal niet zo heel veel wedstrijden waarin ik heb gescoord. Maar nu in één keer gewoon 5. Dat is echt ziek. Ja, dat is ziek. En sowieso dat we nu een niveau omhoog zijn. Dus dan kunnen we weer wat dingen gaan upgraden. Beter kan gewoon niet. Inderdaad, we hebben alles gehaald. En inderdaad, we zijn niveau 12. Lekker. Junior sloopt verdediging van PEC Zwolle met 5 goals. Ja, dat is inderdaad wel het geval. Is er trouwens ook nog een berichtje geweest van dat ik naar AS Monaco ga? Topscorer. Ben ik de nieuwe topscorer? Doelpunten 11. Oh, dan gaan we zo meteen even kijken of dat inderdaad het geval is. Clubnieuws, transfernieuws. Daar moeten we even gaan kijken. Nee, ik sta er niet tussen. Misschien dat dat dan nog gaat komen. Geen idee, maar we zijn in ieder geval voor 50 miljoen. Naar Monaco. We gaan nog even trainen. Hier, dit. Gaan we alles simuleren. Gaan we alweer richting niveau nummertje 13. Maar we hebben nu 4 skill points die we kunnen opmaken. Dus dan gaan we dat eerst eventjes doen. En we gaan natuurlijk ook even kijken bij de statistieken. Alle competities, waar kan je dat zien? Spelersstatistieken, denk ik. Of, ja, jawel. We moeten alleen even kijken bij natuurlijk de Eredivisie. Ja, we staan inderdaad eerste samen met Haller. Die heeft ook 11 keer gescoord. Dus we staan gewoon gedeeld eerste qua topscorers. Ja, met 5 doelpunten schiet dat ook wel op. Voor deze wedstrijd had ik 6 doelpunten en stond ik ergens 12 of zo. Dus 1 wedstrijd en alles is veranderd. Heel ziek. Maar laten we nu maar even mijn skill points gaan opmaken. Dan gaan we dat natuurlijk eventjes doen. En kon je dat dan als slechte been upgraden? Ik weet niet zo goed. Doelverdediging, snelheid, schieten, dribbelen. Kan je je slechte been trainen? Ja, hier. Je kan hier je slechte been upgraden. Dat kost alleen 7 punten. En dan heb ik weak foot 4 sterren. Maar ik kan deze alvast upgraden. Dan gaan we naar keurigheid, vrije trap en schotkracht omhoog. En als ik dan deze nog upgrade, dan heb ik een zwakke been de plus 1. Dat kost 3. Dus als ik nog 1 niveau omhoog ga, dan heb ik mijn zwakke been 1 ster erbij. Heb je ergens anders waar je ook nog je zwakke been erbij kan krijgen? Oh, hier heb je er ook nog eentje. Oh, dan kan ik die beter doen. Weet je wat? Dan zet ik deze weer even uit. Nou, ik heb nu hier en daar wat veranderingen gedaan. Maar nu heb ik 4 sterren weak foot. Ik ga denk ik binnenkort hier voor deze. Dan als ik nu binnenkort weer 4 erbij heb. Oh nee, dan heb ik in totaal, ja, heb ik dan 4 punten nodig. Volgens mij wel. Maar dan heb ik gewoon 5 sterren zwakke been. Dat is insane. Een goede tip van jullie. Dus ik ga binnenkort proberen om dat voor elkaar te krijgen. En dan kan ik gewoon net zo goed met links schieten als met rechts. En als spits zijnde is dat super, maar dan ook super chill. Maar laten we nog even de wedstrijd doen tegen AZ voor in de beker. En daar sluiten we deze video dan mee af. Junior, Fortuna Sittard, hou hem in de gaten. Ja, jullie zijn geraden om mij in de gaten te houden. Jongen, ik ga sowieso weer 5 goals scoren. Nee, dat gaat niet elke wedstrijd lukken. Nou, hier gaat mijn verdediging echt helemaal weg worden gespeeld. Ai, wat een klungelig goal. We staan al 1-0 achter. Oh man. Ondanks dat ik wel veel score in de laatste wedstrijden, krijg ik ook veel goals tegen. Dit was wel echt een hele rare goal weer. Ja, oké. We gaan gewoon doorstrijden. Misschien dat ik zo meteen gewoon weer een gelijkmaker kan maken. Ja, daar gaan we. Kaboom! Ik ben op fire! Oh nee, ik ben niet op fire. Mijn zoon Bouts Junior is op fire! Oh, wat een heerlijke goal weer. En ik had trouwens een opdracht. Dan kunnen we trouwens eventjes gaan kijken. Dat ik 1 keer moest scoren van buiten de 16. Nou, en dat is nu al gelukt. En we moeten minimaal beoordeling halen van 8,5. Dus dit kan weer eens een hele goede wedstrijd gaan worden als dit zo door blijft gaan. Nou, hier nog een keer. Nu met links. Oh, ja, ik heb natuurlijk 4 sterren weak foot. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen met links. Maar met 4 sterren scoor ik ook al gewoon. Al 7 goals in deze aflevering gescoord. Echt
bizar hoe goed het gaat. Dit was ook wel weer een lekkere goal hoor. Mooi weggedraaid, een beetje ruimte, goed uitgehaald, perfect in het hoekje. Nou, het is nu rust. We staan dus 2-1 voor tegen AZ. Dat is wel even heel lekker. Dan moeten we natuurlijk niet weer zo'n stomme goal tegenkrijgen. Ik heb trouwens nog één opdracht en dat is de enige opdracht die ik verhoogd heb. Ik moet namelijk 3 keer op doel schieten, dan heb ik de opdracht gehaald. Waarbij 4 keer krijg ik de 1000 XP bonus. Dus ik moet eigenlijk nog 2 keer op goal schieten in de tweede helft. Dat is gewoon mijn doel. Überhaupt voor de wedstrijd nog, want die andere 2 opdrachten, die ga ik wel halen. Nou, hier kan ik in ieder geval weer een keertje op goal schieten. Oh, dat scheelde niet heel veel. Was dit een schot op goal? Ja, oké, nice. Nog 1 schot. En dan hebben we die opdracht ook gehaald. Dus als we nu misschien kunnen koppen, dan heb ik de opdracht al gehaald. Dus hier, geef die bal maar. Ik sta helemaal niet vrij, maar dat maakt niet uit. Oh, dit was echt een zaadvoorzet. Nou, hier misschien de volgende. Oh, dat was wel een pittige overtreding, maar ik score hem gewoon. Hendrik Held, dat staat er. Hoppatee. Nou, dit was mijn laatste opdracht. Die heb ik ook gehaald. Anders had die kerel sowieso een gele kaart gekregen. Dat kan niet anders. Maar deze zat er wel weer echt heerlijk in. Hier, deze overtreding. Was dat binnen het strafschopgebied? Ik denk net niet. Maar knijtraak binnengeschoten. Easy game. Nou, de wedstrijd is bijna voorbij. Ik wou net zeggen, we kunnen misschien nog 1 keer eruit breken. Nou, dat gaat niet lukken. Sterker nog, we krijgen nog 1 kans tegen. Goede redding van de keeper. Oh, we hebben nog 1 corner tegen. Daarna is de wedstrijd voorbij. Het maakt ook trouwens niet meer uit of ze scoren. Want we staan toch 2 doelpunten voor. Dus winnen doen we sowieso wel. Alleen zou het mooi zijn als we toch even de 3-1 voor kunnen blijven. En fluit maar afscheid. En dat doet hij ook. Easy game. Gooi 2 wedstrijden op rij. Hattrick scoren. Eerst 5 goals en nu 3 goals. Oh, dat is toch wel even heerlijk. Mag ik gewoon weer de bal meenemen? Ik heb nu 2 voetballen thuis liggen. Ja, alleen niet in het echt. Dat is het jammer. Oh nee, mijn zoon mag 2 keer een bal meenemen. En dan krijgen we weer mooi wat XP erbij. Dat is wel even heel lekker. Elke keer als je goed speelt, krijg je gewoon meer XP. En dat is wel heel chill tijdens het spelen. Hebben we nog een berichtje van Monaco of van iets dergelijks? Even een updateje? Nee, dat niet echt. We hebben wel Junior scoort hattrick tegen AZ. Sowieso dat ik deze maand speler van de maand ga worden. Dat kan niet anders. Maar dat zien we in de volgende aflevering. In de volgende aflevering zien jullie de laatste wedstrijden in december. En natuurlijk ook als ik naar Monaco ga. Dat krijgen jullie dan ook te zien. Dus ik ben super benieuwd hoe dat dan gaat worden bij Monaco. Of ik meteen in de basiself sta of niet. Ja, we gaan het al zien. Maar dat was dit voor deze aflevering. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, maten. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij gewoon plezier mee. En check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.